Na uh, corona, na lepels, nu dit. Hoe hard had jij dit nodig? Uh, dit uh, had ik eigenlijk heel hard nodig. Heel veel, heel veel rust in mijn leven gebracht. De laatste periode, zeker in lepels, uh, heel veel heftige dingen meegemaakt met heel veel sores uh, eromheen. En uh, de rust die ik hier vind, uh, het zal me heel erg goed doen. Of mijn eindstation is, dat durf ik je nooit te zeggen. Ik wil altijd een wispelturig Ik vind je blijven. Mijn moeder zei gisteren, nog, je hebt het reizen van je vader. Dus uh, ik zit hier voorlopig. Ik heb het hier helemaal naar mijn zin. Uh, misschien zit ik wel helemaal mijn leven hier. Ik kan het je niet zeggen. Maar ik vind hier de rust. En dat had ik echt nodig. Is het ook een vlucht? Nee, het is geen vlucht. Nee, ik beschouw het ook niet als een vlucht. Ik heb gewoon mijn, mijn contacten nog. Ik heb nog steeds zijn huis in. Uh, in uh, in Nederland. Nee, het is geen vlucht. Het, het zat al heel lang in mijn hoofd om weer iets in het buitenland te doen. En dat zat er al, al eigenlijk. Uh, Lepels was open en, en dat liep als een trein en dat ging goed. En toen zat ik eigenlijk te denken: van nou, over een aantal jaren wil ik toch weer. Omdat ik in mijn jeugd ook veel in het buitenland geweest ben, veel in het buitenland gewerkt heb. En ik zie het van ja, ik wil die stap toch nog misschien wel één keer maken. En, uh, Natuurlijk, door alle problemen die er zijn geweest in Nederland, uh, zeggen heel veel mensen, ja, een vlucht, maar ik beschouw het niet als een vlucht. Want ik heb gewoon mijn contacten nog. Ik, uh, iedereen weet waar ik zit. Uh, bedoel, als je vlucht, dan laat je nooit, nooit meer iets van je horen. Uh, het was misschien wel een vlucht voor mezelf. Voor mijn eigen, uh, dat ik echt wel, wat ik al zei, op zoek was naar de rust. En die kan ik hier vinden. Is dit leven als een God in Frankrijk? Uh, <laughs> Uh, dit is misschien ja, leven als een god in Frankrijk. Ik hoop alleen dat het over uh, twee maanden echt god in Frankrijk is. Want er uh, moet natuurlijk nu nog heel veel gebeuren. Uh, het zijn nu dagen van ontbijt naar uh, uh, ontbijt, sluit, uh, loop maar op. Uiteindelijk hoop ik dat ik hier zal leven als god in Frankrijk. Maar met deze omgeving en deze mooie producten zal het geen enkel probleem zijn, denk ik. Mark Smees, dankjewel. Ja, ook dankjewel. En ja, bent